Daar zijn we dan. We zitten hier met Roy Gimbus en Jaap Spruitenberg. Burg. Bijna. Er wordt heel vaak fout gedaan. Ja. Eens even kijken. Jullie hebben samen een project gedaan. Ik pak hem er heel even bij. Waar zitten we naar te kijken? Kan jij wat toelichten? Dit is project Reuniform, zoals we hebben genoemd. En het gaat over het uniform van soldaten. Vertelt eigenlijk heel veel over hun identiteit. En dat raken ze kwijt op het moment dat ze uit dienst treden. En daarmee gaat ook een stukje identiteit, denk ik, verloren. En dat heb ik ze weer proberen terug te geven door een burgermaatschappij uniform eigenlijk aan te meten die twee werelden zo goed mogelijk samensmelt, waardoor het verhaal dat zij ook van de binnenkant met zich meedragen nu aan de buitenkant zichtbaar is. Oké, en Roy, wat is jouw verhaal? Mijn verhaal? Ja. Je bedoelt waar het pak op gemaakt is? Of, waar het project een beetje om rondom draait. Wat zit er in jouw helm? Ik ben 2007 in Afghanistan geweest. Oeruzgan. En 10 juli, na 3,5 maand, is er een zelfmoordaanslag op ons peloton geweest. Waardoor mijn luitenant is omgekomen. Tom Christ, waar ook het andere kunstwerk van Jelmer Zwaan hier tentoongesteld staat. Mm-hmm. En ik ben daarbij gewond geraakt. Oké, wat heb je opgelopen? Ik heb scherven in mijn been gehad, mijn linkerbeen. En dat heeft zenuwen afgesneden. Dus ik heb een gedeelte van mijn been voel ik niet goed meer. Mm. Ander gedeelte is weer hypersensitief. En die man die had kogellagertjes in zijn vest en daar heb ik er eentje van door mijn enkelgewricht heen gehad. Dus mijn enkel is ook wat zwakker dan normaal. Oké. En wat heeft dat allemaal voor jou betekend in de naloop? Dat heeft, neem ik aan, een hele hoop fysieke trauma opgeleverd, denk ik. In eerste instantie, zeg maar. Ja, nou ja, ik heb een half jaar moeten revalideren. Ja. Daarna heb ik weer geprobeerd om terug te komen. Om weer mee op missie te gaan de volgende uitzending in Oeruzgan. Waarom? Omdat ik mijn luitenant, Tom, beloofd had. Op de uitzending vroeg hij aan iedereen van, goh, willen jullie volgend jaar weer meegaan? Want het jaar erop, eind 2008, zouden we weer die kant op gaan. En had gevraagd wie daar nog aan mee wilde doen. En ik had gezegd, ja, ik wil wel meedoen. En het was in eerste zin ook een beetje een belofte naar de luitenant die op dat moment slachtoffer was geworden van de zelfmoordaanslag. Ja. En een heleboel van die jongens die gingen ook weer. Dus ja, dan wil je mee met je maten. Oké, en toen? Het revalidatiecentrum kwamen we erachter dat het waarschijnlijk niet helemaal goed meer zou komen. Hmm. Toch geprobeerd, dus weer aangesloten bij mijn eenheid. Alleen vlak voor het einde moest de handdoek in de ring gaan gooien. Omdat mijn been gewoon niet functioneerde zoals het moest. Gewoon veel last. En was dat dan echt een pijnlijk besluit of zo? Of was dat... Ik kan me voorstellen dat je natuurlijk ook... ik ben geen militair, dus ik heb geen idee. Maar uitgezonden worden is in zekere zin met je broeders, met je kameraden iets goeds doen voor namens het land waar je dan in leeft. Maar ik kan me ook voorstellen met wat je hebt meegemaakt dat je er ook behoorlijk tegenop zit te kijken op een of andere manier. Of had je dat helemaal niet? Had je echt zoiets van, ik moet weer terug het veld in? Nee, ik wilde er echt weer heen. Ja. Dus dan komt het extra hard over dat het dan niet kan dan of zo? Ja, het is misschien ook wel een beetje voor mezelf geweest dat ik het ook af wilde maken. Ik heb mijn uitzending niet af kunnen maken omdat ik raakte gewond en ik moest terug naar Nederland. En ik heb het niet af kunnen maken met mijn maten. Ja. Mijn maten die zaten daar nog een maand en die moesten daar gewoon nog een maand werken. Terwijl een boel van hun maatjes weg waren. En een beetje het idee dat je ze in de steek liet of zo? Of, Kijk, je weet wel dat je er niks aan kan doen. Ja. Maar ja.
Ja, het weten en voelen, dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Oké, dus jij hebt dus inderdaad dergelijke dingen meegemaakt. Je hebt die revalidatie doorgemaakt. Dacht, ik ga terug mijn missie afmaken, soort van, denk ik dan. En dat wordt je ontzegd door de hele toestand. Is dat zeg maar waar ook dit project uit is ontstaan, vanuit die geest? Of is daar nog, heeft dat nog een diepere laag verder? Nou ja, ik denk dat dat wel het verhaal wat meest centraal staat in, toch? Ja, dat denk ik zeker wel. Dat als ik naar Roy kijk, hoe hij heel erg gewoon zijn focus kan houden. Gewoon heel erg dedicated. En gewoon rustig blijft. Maar ook met in die gedachten ook zeker zijn luitenant. Waar hij heel veel respect voor heeft. En altijd met heel veel respect over praat. Dat zijn zeker wel hele belangrijke punten geweest. Waarvan ik wel ontroerd raakte ook wel, denk ik. Dat ik dat wel kan zeggen. Dat hoe dat... Roy is iemand die gewoon rustig is op de achtergrond. Terwijl je ook echt wel jongens die natuurlijk echt borst vooruit en macho handjes en zo. Die we toch eigenlijk vaak ook associëren natuurlijk met defensie of met dat soort met krijgsonderdelen. Maar dat gaat natuurlijk ook, er zijn heel veel mensen die ondersteunen. En Roy is ook zo iemand, daar hoef je maar iets aan te vragen en je weet dat het altijd goed komt. Want hij verstaat zijn wat hij kan, dat verstaat hij heel goed. En dat weet hij ook heel goed. En dan zie je toch ook wel dat er soms struggles komen voor iemand die echt alles uit zichzelf haalt. En dat vind ik bewonderenswaardig. Het is echt hoe die ook weer opgekrabbeld is na die aanslag. En zichzelf weer terug gerevalideerd heeft. En dan vervolgens ook nog wel weer een soort soms tegenwerking heeft gekregen in dat traject. En dat ook wel mentale dingen hebben gespeeld, denk ik. Ja, dan zit hier iemand die vooral gewoon heel trots op zichzelf mag zijn. Ondanks dat hij zijn groene pak uit moest trekken. Zoals de podcast toen destijds begon. Dacht van weet je, je hebt je helemaal niets om voor te schamen, maar vooral heel trots zijn op jezelf. Ja. Ja. Terugkijkend op het geheel, want dit is ook wel een beetje een ander stuk dan alle andere stukken. Hè? Het is wat minder, het is wat meer, een project op zichzelf staand dan dat het echt een object is of zo. Klopt, ja. Hoe staat dat tussen de rest, denk je? Is dat iets... we kunnen wel een beetje afronden. Ik kan het wel... Hoe vergelijk jij jouw project met de rest? Nou, ik denk dat... ik ben ook niet echt een... Ik zeg ook altijd zelf... ik ben niet echt een kunstenaar, omdat ik niet vrij creëer, maar vooral ook binnen kaders proberen te blijven en daar de verhalen proberen... Een verhaal proberen te vertellen wat ik denk dat de aandacht verdient. Ik zou denken dat dat... ik doe dat via mijn weg. En dat is via kleding. Ja. Mijn vak. Wat heeft het project nu voor jou gedaan tot nu toe? Is het een soort van... pad gegeven waar je op kan vastbijten? Of bijten? Of iets van verlossing? Of iets van los... Heeft het iets voor je gedaan? Op emotioneel vlak? Ja, zeker wel. Ook een soort van afsluiting van een periode eigenlijk... Is dit wel geworden voor mij, ja. Ja. Ja, ik ben ook niet kort... kort daarna ben ik ook echt het dienst uitgegaan. Dus ik ben nog niet zo lang burger. En dit toont wel aan van... ik ben wel burger. Maar het groene zit nog wel steeds in mijn hart. Hoe voelt het burgerschap tot nu toe? Ja, prima eigenlijk. Ja. Welkom. Welkom bij de rest. Dank je. Ja, ik vind het een hartstikke mooi initiatief. En ik vind ook een heel goed verhaal. En ik hoor dat we moeten afsluiten. Dus wil je nog iets toe te voegen? Ik denk dat nu... Ton heb je net ook al gesproken. Ton Stokpaardje is altijd... je hebt jonge veteranen, je hebt oude veteranen. We zijn allemaal veteranen. Ik ben er geen een. Maar ik denk dat dat wel
heel duidelijk mag worden. Ook nu we hier met elkaar vandaag zijn en mensen gewoon in burger gekleed zijn. We zien ze niet, maar ze zijn goed gecamoufleerd in de maatschappij. En ze verdienen onze aandacht. Heel mooi. Nou, hartstikke bedankt voor jullie gesprek. Top. Je moest eindigen, hè? Oh jee, oh goed.